Mijn naam is Ray en ik ben manager van de vetste beachclub van Curaçao, Madero Ocean Club. Ik denk dat voor velen Madero Ocean Club bekend staat om de happy hours en de grote evenementen. We hebben natuurlijk heel veel leuke evenementen gedaan met Nederlandse artiesten. Die we hier wel toch maandelijks mochten verwelkomen. En naast happy hours doen we ook onze poolparties. Die zijn natuurlijk best wel bekend. Maar helaas door de coronavirus hebben we dit al een jaar niet kunnen organiseren. Dus dat betekent dat Madero Ocean Club op dit moment dicht is. Met de eigenaar hebben we een heel leuk plan dat we gaan doorvoeren, waar we eigenlijk nu een beetje op gaan focussen. Dat wil ik aan jullie voorstellen. Is dat we gaan daar een hele mooie entree bouwen. Op dit moment hebben we ervoor gekozen om te gaan investeren in een verbouwing. We gaan hier bij de entree gaan we een hele mooie signing maken van Madero Ocean Club. En er komt een soort mooie entree waar Madero ook gewoon goed prominent op staat. Dat plan heb ik dadelijk op de laptop, dus de mensen die het willen zien mogen het zien. En daarnaast gaan we hier een overkapping voor het restaurant bouwen. Dus wat we hebben nu hebben gezegd, oké, laten we nu investeren. Dat we gewoon in juli echt klaar zijn, dat we de mooiste beachclub van Curaçao zijn. Met beleving, met hoe het eruit ziet, met smaak, met eten en met leuke feesten. We hebben hier het plan en we hebben hier het voorstel. Dus eigenlijk moet hij aan de kant van de pool en aan de kant van de champagnebar. Ja, dat is helemaal k***. Oké, dan ik spreek je later. Alles ligt stil, ontheffing is echt trokken.